Vandaag Goede Vrijdag. Het verhaal van de kruisiging van Christus bijna 2000 jaar geleden heeft in de loop van de eeuwen veel kunstenaars geïnspireerd. Bijvoorbeeld Bach tot het componeren van zijn wereldberoemde Matthäus Passion. Het kruis en het kruisbeeld ontwikkelden zich tot het symbool van het christelijk geloof. Maar nu blijkt zich een omwenteling af te tekenen. Gelovigen lijken afscheid te nemen van het kruisbeeld, terwijl trendy woninginrichters bijvoorbeeld en discotheekhouders het omhelzen. Kijkt u naar een reportage van Auke Schouwstra. Ik kan me herinneren dat wij eens een retraite hadden. En dan ging je naar zo'n retraitehuis, bezinningsdagen. En dan hadden wij allemaal van die kleine logeerkamertjes. En aan de wand hingen zo'n smartelijke Jezus. En die keek zo heel moeizaam. En ik weet dat wij dat in onze klas gewoon allemaal, iedere kamer had zo'n ding. We vonden dat vreselijk en we stopten die ding onder het bed. Wij verkopen over het algemeen kerkelijke zaken. De objecten die wij in ons bedrijf hebben, komen op dit moment veelal uit Frankrijk. De hoeveelheid artikelen die hier binnenkomt, kan ingeschat worden op 2,5 tot 3 vrachtwagens per week. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen zomaar 50 tot 100 kandelaars zijn die door een overkoepelend orgaan binnen een bisdom in Zuid-Frankrijk verzameld zijn en aan ons doorverkocht worden. Het kan ook zo zijn dat er complete volumetransporten aan te pas komen om altaren, preekgestoeltes of biechtstoelen naar Horssen over te hevelen. De doelstelling voor mij was om te proberen om Christus, die voor ons, die voor de mensheid, die voor de zonde gestorven is, in beeld te brengen. En dat te doen op een manier die niet zomaar ineens die stereotype is. Ik heb het kruis al vrij snel weggelaten tijdens het maken van dit schilderij, omdat het een ontzettend dwingende vorm is. Het is heel dominant. En dan ben je alsmaar aan het strijden met dat kruis, terwijl het mij gaat om Christus, die voor ons die diepte ingegaan is. Toen ik het de eerste keer zag, toen dacht ik, oh, ja, past in Italië, past in Spanje. Maar hier in het koude Nederland, het nuchtere Nederland, past zo'n kruis niet. Omdat het te reëel is en te bloederig. En dat schrikt ons mensen toch wel een beetje af, dacht ik. Als leraar zijnde kom ik nogal wat jeugdige mensen tegen. En dan merk ik ook dat zij met grootste gemak aan een kettingje om hun hals dat kruis hebben hangen. Er zijn erbij die het aan een oorlelke hebben. En als je dan vraagt, wat heb je aan je oor hangen? Ja, dan zeggen ze gewoon een sieraadje. Maar ze weten, hebben er geen benul van dat het kruis van Jezus Christus is. Daar staan ze niet bij stil. Nou, daarom hebben wij hier een kruis gekregen van een onbekende schenker. En die wil ons er nog eens even op benadrukken. Mensen, loopt er eens niet zo achterloos aan een kruis voorbij. Sta erbij stil. Wat betekent het kruis? Jezus lijden en verrijzenis heeft ons verlost. Wij hebben als bedrijf gemerkt dat de laatste generatie ontzettend gericht is op religieuze attributen. Vandaar ook dat de vraag steeds sterker wordt vanuit de horecawereld om interieurs van cafés,
krantcafés, restaurants, maar met name ook grootschalige disco's, om die interieurs te voorzien van een kerkelijke aankleding. Ook binnen, in de huiskamers, worden Christusfiguren, engelen. Er zijn natuurlijk items die geliefder zijn als de anderen. Maar alles wat een beetje plaatsbaar is, wordt op dit moment vanuit de kerkelijke wereld in de profane wereld binnengehaald. De prijzen van de beelden zijn echt afhankelijk van de tijd waarin ze gemaakt zijn. Maar ook welke heilige stelt het voor. Een Theresia van Lisieux is veel minder waard als een mooie engel. Of een mooie Maria met het Jezuskind op de arm. Wat doet een mooie engel? Een mooie engel, en dan afhankelijk van het materiaal, zit je te gauw aan een grote engel, gauw 3000 gulden. We hebben niet zo heel veel kruisbeelden hangen. Ik merk dat bezoekers dat toch niet het aantrekkelijkste vinden. Je, mag ik het zo zeggen, scoort veel beter met het taferelen van Kerstmis, van de geboorte van Jezus, dan met zijn dood. Het symbool blijft intact en heeft zijn functie, maar de afbeelding van Jezus daarop, die wordt niet op prijs gesteld. In de krant schreef iemand, het is een vorm van afstotelijke lijdenswellust. De krant kan dat kan schrijven wellust, of lijdenswellust. Nou, wie wil op de dag van vandaag zich nog verneukelen of verplezieren in lijden? Dat is nog geen mens, dat is nog geen normaal mens die dat doet. Je kunt toch nou op de dag van vandaag niet naar de Kosovo kijken met droge ogen. Dus dat lijden dat je op de televisie ziet, dat grijpt toch iedereen aan. En zo zal dit beeld ook mensen aangrijpen. Ik heb ook altijd afgevraagd, hoe kun je nou een Christus uitbeelden, hè? En dat in deze tijd. En dan zoek je toch naar de mogelijkheden die je zelf hebt. En naar de beelden waar jij een associatie mee hebt. Het wezenlijke is dat hij voor ons eigenlijk die diepte inging. Dat hij voor ons, ja, je zou haast kunnen zeggen, zwart werd, hè? Geblakerd werd, gestorven is. Ik vind dat de materie waarmee wij werken ook gevoelsmatig benaderd moet worden. Er zijn aanvragen bij ons binnengekomen waarvan de meest recente, nou misschien niet de meest recente, maar de meest frappante is wel de vraag naar een heel groot houten Christusbeeld. Werd gevraagd voor op de ingang buiten van de grootste Spaanse disco in Marbella. Ik heb liever dat binnen de horeca een mooie engel gezet wordt. Of een Romeinse martelaarsfiguur zoals Martinus of Quirinus. Ik denk dat een Christusfiguur daar als zodanig wat minder goed afkomt, maar binnen de horecawereld meer zal choqueren. En ik denk dat het daar vaak om te doen is. En daar ga ik niet meer mee. Tot zover deze wel heel korte uitzending van Twee Vandaag. Morgen zijn we er weer, hopelijk gewoon vanaf 5:30. Zometeen de ster en het journaal en het vervolg van het Davis Cup tennistoernooi. Nog een prettige avond.